De lopers van RN7 hadden dinsdagavond de laatste training voor de Zeven Heuvelennacht. En ook deze keer had trainer Paul Eigelsheim de leiding. De lopers liepen 7 kilometer en voor een aantal deelnemers was dat de eerste keer. Omhoog lopen bij de Sofiaweg was dan ook erg zwaar. Het was een koude avond, maar de lopers hadden zich goed aangekleed. Zaterdag verzamelden de deelnemers zich voor de loop en starten allemaal vanuit hetzelfde startvak. Volgende week komen ze dan nog één keer bij elkaar voor een afsluitende loop.